Welkom bij deze video van Campergast. Mijn naam is Gerald Mulder. Jullie hebben ervoor gekozen om bij ons een half integraal camper mee te nemen. Ik ga jullie het een en ander vertellen over het gebruik van een camper en de systemen in zo'n camper. We gaan beginnen aan de buitenkant. Ik neem jullie mee met een rondje rond de camper om dingen uit te leggen. We beginnen bij de gasfles. Bij Campergast geven we altijd het volume van één volle gasfles mee. Bij de meeste integralen, de half integralen die we meegeven, er zitten twee gasflessen in. Dus ik ga jullie een stukje vertellen hoe je de gasfles kunt verwisselen en hoe je hem open en dicht draait. Tijdens het rijden is de gasfles altijd dicht. Waarom is dat? Er lopen allemaal leidingen door die camper heen en mocht er wat gebeuren onderweg, dan wil je geen vrijstromend gas in je camper hebben doordat de leidingen ontzet zijn. Dus tijdens het rijden de gasfles altijd dicht houden. Hoe doe je hem nou open? Kom maar eens even kijken. Om de gaskraan open te draaien gebruiken we de kraan die bovenop zit. Linksom is open en rechtsom is dicht. Tijdens het rijden dus altijd dicht. Als je de gasflessen wilt verwisselen kun je in principe de flessen laten staan. Het enige wat je moet doen is deze wartel losdraaien en op de andere weer opzetten. Gebruik je geen waterpomptangen of andere tangen voor, handvast is vast genoeg. Het is wel gasdraad, dus rechtsom is open en linksom is vastdraaien. Handvast is meer dan genoeg. We doen de luiken weer dicht en we draaien alles weer op slot. Ja. Als jullie op de camperplek zijn aangekomen, dan wil je natuurlijk stroom in je camper hebben. Of je hebt een plek zonder stroom, maar in dit geval gaan we vanuit dat je een plek met stroom hebt. Dan gaat hier de zogenaamde Euro-stekker erin. 95% van de campings in Europa hebben de aansluitingen voor deze stekker. Bij Campergast krijg je een kabel mee van 15 meter en eentje van 25 meter. Dus samen heb je 40 meter. Die klik je hierop in en de andere uiteinde in het punt van de camping. Onze half integraal campers zijn uitgerust met een chemisch toilet. Waarvan hier de toegang is tot de tank. Om het chemisch toilet te ledigen, dan ga je naar het chemische toilet toe op de camping. Je draait deze draaien open en je gooit hem leeg in het chemisch toilet. We hebben hier een ontluchtingsknop zitten om hem makkelijker leeg te laten lopen. We hebben hier nog een mechanische kam die door de tank heen slaat om eventueel toiletpapier los te slaan van de wand. Als je hem hebt opengedraaid, je hebt hem leeg gegooid, ga je hem omspoelen. Je draait de dop eraf, water erin, je klotst hem een paar keer en gooit hem leeg en spoelt hem een paar keer om. En dan ga je hem weer klaarmaken voor het volgende gebruik. Daar heb je chemisch toiletvloeistof voor nodig. Daar doe je ongeveer een dopje ervan in. Een shotje chemisch toiletvloeistof, die gaat erbij in. En anderhalf liter water er ongeveer bij en dan is hij weer klaar voor gebruik. Deze draai je weer dicht. Hey, je doet hem weer in. Een goede tip, als je hem niet uit kan krijgen op deze manier, dan staat binnen het schuifje van het toilet nog open. Geen kracht zetten, want kracht zetten in een camper betekent afbreken. Het luikje doen we weer dicht en uiteraard op slot, zodat er niks mee kan gebeuren. Ga nou naar de andere kant kijken voor het innemen van vers water en voor het afgeven van het vuile water. We hebben hier de intake van het schone water. Er zit een tank achter van ongeveer 100 liter. Wij adviseren eigenlijk om niet meer dan 25 liter mee te nemen als je gaat reizen. Want 100 liter is ook 100 kilo en dan moet je alleen maar meezeulen en dat is zonde van de brandstof. En weer zonde van je gewicht. Want we mogen niet meer wegen dan 3500 kilo. Je gaat naar een servicepunt op een camping of op een camperplek. Daar hangt meestal wel een waterslang bij. Onze campers zijn ook uitgerust met eigen waterslangen, die kun je ook gebruiken. Die hang je erin en na een paar minuten zit er 25 liter water in en je haalt hem eruit. Aan de binnenkant van de camper zit nog een indicatielampje van waar je kan zien hoeveel water erin zit. Dus daar kun je ook zien hoe ver die gevuld is. Wil je hem weer sluiten? Kijk goed uit voor de drie lipjes. Ook weer fragiel, geen kracht zetten. Als het niet gaat, gewoon nog een keer proberen, want kracht is afbreken. Je zet hem goed erop, je drukt hem tegen de veerdruk in, draait hem een kwartslag, sleutel een kwartslag en hij is op slot. Verder heeft deze camper een fel watertank van ook ongeveer 100 liter. Al het water wat door de gootsteen heen gaat of in het doucheputje verdwijnt, komt in deze fel watertank terecht. Deze vel watertank die leeg je, als die vol is of naar gebruik. Wij adviseren echter, heb je de mogelijkheid om het vuile water kwijt te kunnen,
om het direct ook weg te laten lopen in de put die daarvoor bedoeld is. Want je weet namelijk niet of de volgende stop ook de mogelijkheid heeft om het vuilwater af te geven. Nou, de vuilwatertank, kom maar even kijken, die zit hieronder. En hier zit de afvoer van de vuilwatertank. Om de vuilwatertank te openen heb je deze sleutel nodig. Die zit in de deur van de bestuurder, in het zijvakje. En die zet je op deze pin. Linksom is open, het water dat loopt eruit, het vuile water. En als die leeg is, dan zet je hem weer dicht. Vergeet hem er vooral niet uit te halen, anders ben je hem kwijt. En we ruimen weer op. De sleutel van de vuilwatertank die leggen we weer terug in de deur van de bestuurder. En nu we hier toch zijn, leg ik direct even de dieseldop uit. We hebben hier twee doppen. We hebben hier de bovenste dop diesel en de onderste dop is AdBlue. We hebben namelijk Euro 6 motoren, dat zijn de schoonste dieselmotoren die er zijn. En daarom hebben we AdBlue nodig. Op AdBlue rij je ongeveer 6000 kilometer en die tanken dus hierbij. Verwissel ze niet, dat is schadelijk voor de motor. Sterker nog, dan doet hij het niet meer. En dan gaan we nu kijken hoe we de camper op horizontaal niveau kunnen zetten. Dat doen we met de zogenaamde level blokken. Ik gebruik zelf altijd mijn iPhone als waterpas. Dan zien we bijvoorbeeld welk hoekje van de camper omhoog moet. Of de voorkant, of de achterkant, of de zijkant, de linkerkant of de rechterkant. We gaan ervan uit dat de linker voorkant van de camper omhoog moet. En dat doen we dus met de level blokken. Om de level blokken te gebruiken, leggen we deze strak tegen het voorwiel aan, want de linker voorkant die moet omhoog. En we rijden de camper daar langzaam bovenop. Hij staat, zo simpel kan het zijn. Dan zijn we nu bij de luifel aangekomen. De luifel is een prachtige accessoire van een camper, maar het is ook een vrij fragiele accessoire. De luifel die kan prima tegen zon, hij kan ook prima tegen regen, maar hij kan absoluut niet tegen wind. Daarom adviseren wij eigenlijk, draai hem altijd in als je weggaat bij de camper, ook al ben je maar 5 minuten weg. Als je 's nachts naar bed gaat, draai altijd de luifel in, want je weet niet wat voor wind er 's nachts op kan komen. De slinger van de luifel die ligt achter in de garage. Die prikken we hier in de luifel aan de achterkant en we draaien de luifel een metertje uit, 1,5 meter. Draai hem nooit over zijn hele lengte zelf naar buiten, want dat kan het niet hebben. Dan krijg je een te groot moment op de wand en krijg je daar beschadiging. Dus je draait hem uit een meter totdat hij eruit komt of totdat je erbij kan. Pas op met de slinger dat hij niet tegen de wand van de camper opslaat. En we laten hem hier ondersteunen door een pootje. Die halen we eruit door deze naar beneden te laten zakken. Lipje omhoog om hem te vergrendelen en dan gaan we naar de andere poot. Hier doen we precies hetzelfde. Met de duim haken we hem eruit. Poot naar beneden. We ondersteunen hem. En we klikken hem vast. Zetten we de poten schuin weg naar voren toe. Waarom doen we dat? Want zo blijft de luifel namelijk continu ondersteund. En zo lopen we hem eigenlijk helemaal naar buiten toe. Nu blijft hij netjes ondersteund. Draai hem weer verder naar buiten toe. Dan zetten we de poten weer schuin weg. En zo draaien we hem helemaal naar buiten. Zo draaien we hem helemaal door tot aan de uiterste stand. En als we bij de uiterste stand zijn, zetten we de armpjes vast in deze verkarteling voor extra stevigheid in de luifel. Deze kant ook. En dan geven we met de slinger nog een tikje terug totdat hij mooi strak staat. Dat is het uitzetten van de luifel. Als we weer willen indraaien, dan doen we precies dezelfde acties, alleen dan andersom. Eerst de spanning eraf, de pootjes die laten al los zoals je ziet. Die zetten we weer terug. Deze zetten we weer terug. We zetten de pootjes weer schuin naar binnen toe. Deze zetten we schuin naar binnen toe. En we lopen weer langzaam naar binnen toe. We zetten de poten weer schuin naar binnen toe, zodat hij continu ondersteund wordt. Nu pakken we de poot weer op.
leggen we erin. Deze kan hetzelfde. En we draaien hem helemaal naar binnen, zodat hij goed sluit. En de slinger, die ruimen we weer op in de garage. Dat was de luifel. Nu hebben we de buitenkant van de camper hebben we gehad. We gaan nu de systemen aan de binnenkant van de camper bekijken. Laten we naar binnen gaan. Welkom en entree. We gaan beginnen bij het informatiedisplay. Wat bij de meeste campers of hier zit of boven de deur. En dit, hiermee zet je eigenlijk het 12 volt gedeelte aan van de camper met deze knop. Kijk, de lampen gaan direct al branden bij sommige. En verder geeft hij wat informatie weer. We hebben hier het vuilwaterniveau. Als we deze indrukken en er zou vuil water in zitten, dan zou je hier het niveau zien oplopen van 25% tot 100%. De middelste is de zoetwatertank. Als die half vol zou zijn en we drukken hem in, dan zou het lampje van 50% gaan branden. En er zit er meer in, dan stijgt dat niveau. Verder is de bovenste het niveau van de huishoudaccu, 12,3 volt, groen, hartstikke goed. De huishoudaccu die laat bij als je aan het rijden bent of als je aan een paal staat. Deze camper is uitgerust met een combi-boiler. Deze combi-boiler die zorgt voor het warme water in deze camper, uit de kraan of uit de douche. Maar deze combi-boiler zorgt ook voor de verwarming. En deze combi-boiler kunnen we bedienen met dit paneel. Dat doen we door deze knop in te drukken. En we gaan eerst naar het camper-thermostaatje. Die drukken we in. En hiermee kunnen we de temperatuur instellen tot de temperatuur die gewenst is. En de boiler die zorgt automatisch dat hij meegaat. We kunnen hier ook de temperatuur van het water instellen wat uit de kraan of uit de douche komt. Dan selecteren we hier het icoontje van water instellen. We kunnen hem economisch laten verwarmen, maar verbruikt wat minder gas, duurt wel wat langer voordat hij is opgewarmd. We kunnen ook extra heet water zetten, dat is dan 60 graden warm water. Of we kunnen hem op boost zetten, dan gaat hij in een zeer korte tijd het water verwarmen. Deze camper heeft het voordeel dat de boiler kan worden verwarmd door gas en elektriciteit en de mix daarvan. Dus we hebben geen 230 volt nodig om warm water te krijgen in dit geval. Die mix die kunnen we hier instellen, of we zetten op 100% gas, of we zetten op gas met een laag vermogen aan elektriciteit, of we zetten op gas met een hoog vermogen aan elektriciteit om bij te verwarmen, of we zetten alleen op elektriciteit, of laag of hoog vermogen, kunnen we hierop instellen. Maar onze meeste campers die zijn uitgerust met een combi-boiler met analoge bediening, zoals hier te zien is. Deze combi-boilers die werken enkel op gas, dus niet op elektriciteit erbij. Dus de gaskraan moet openstaan, wil je deze kunnen bedienen. Deze bediening die heeft twee draaiknoppen, een binnenste draaiknop en een buitenste draaiknop. De buitenste draaiknop is voor de functionaliteit, hij staat nu op 0. Wil je warm water hebben 40 graden, zet je op 40 graden. Wil je warm water hebben 60 graden, zet je hem op 60 graden. Wil je de verwarming aanzetten, dan zet je hem op het vlammetje. En als je op het vlammetje staat, is de verwarming aan en dan met de binnenste ring geef je de mate van verwarming aan, 1 tot en met 5. Wil je en warm water en de verwarming, dan zet je hem op 60 graden en een vlammetje. Dan gaan we nu verder naar de koelkast. De koelkasten die hebben drie energiebronnen. Dat is of 12 volt als je aan het rijden bent, of 230 volt als je aan de paal staat, dus als je aan de stroom staat. Als je niet aan de paal staat en als je niet aan het rijden bent, dan gaat hij op gas. De koelkast die zetten we aan door op dit knopje te drukken. Nou, nu zien we hier gelukkig een A, dat is van automatisch. Dus hij schakelt automatisch over of van gas of naar 12 volt of naar 230 volt. Je kan het manipuleren door hem handmatig of op 230 volt te zetten. Of op de accu of op het gas. Maar we adviseren eigenlijk om hem gewoon op de A te houden. Dan selecteert hij automatisch de energiebron. Maar mocht je nou zijn aangekomen op een parkeerplaats van een Carrefour of van een mooi plaatsje wat je wil bekijken, dan heb je ongeveer een halve minuut om die gaskraan open te draaien. Anders zegt de koelkast, doe het zelf maar. Nou, die halve minuut is te weinig. Dus je loopt eerst naar buiten toe om de gaskraan open te draaien. Dan zet je de koelkast een keertje uit. En weer een keertje aan.
dan begint hij namens een opstartcyclus weer opnieuw, waardoor hij wel zijn gasenergiebron vindt. De campers zijn uitgerust met zogenaamde combi-rollo's. Die zijn enerzijds te gebruiken om te verduisteren en anderzijds te gebruiken om een hort voor de ramen te doen, zodat er geen vliegen en andere ongedierte naar binnen komt. Dat zijn de zogenaamde combi-rollo's. De dakraampjes die kunnen we ook verduisteren. En die hebben dezelfde combi's. Aan de andere kant een muggenhor. Nou, we hebben de verduistering gehad, dus we kunnen prima slapen. Dan gaan we nu verder naar het toilet. Om het toilet te gebruiken doen we eerst de kleppen omhoog. We doen de schuif open met deze grijze knop aan de zijkant. We doen ons ding. We spoelen door met de blauwe knop. Vergeet vooral niet de schuif dicht te doen en de klep weer dicht te doen en we kunnen weer verder. Verder zijn onze campers uitgerust met zogenaamde pilotstoelen. Dat betekent dat we deze twee stoelen om kunnen draaien zodat we hier een gezellige zit kunnen creëren. Hoe doen we dat? Aan de zijkant van de stoelen zit de hendel. Die trekken we opzij. We draaien de stoelen om. We moeten een beetje positioneren met de voor- en achteruitschuif. We draaien deze om. Hetzelfde doen we met de bijrijdersstoel. De hendel, die draaien we om. En we hebben een gezellig zitje gecreëerd. Kunnen we klaar voor jassen. Om het hefbed naar beneden te doen, schuiven we deze naar rechts toe. En trekken het hefbed tegen de veerdruk in naar beneden. Nu hebben we een laddertje. Die zetten we hier op. En we kunnen naar boven gaan om lekker te gaan slapen. Om het naar boven te doen, doen we het eigenlijk in andere volgorde. We drukken hem naar boven toe met de veerdruk mee. Heel belangrijk hierbij is dat we de klikken horen aan twee kanten. Zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant voor een goede vergrendeling. Klik, klik. En we kunnen weer verder. Dat was natuurlijk best wel veel informatie wat jullie hebben gekregen. Daarom hebben we voor jullie een checklist gemaakt. Om dingen niet te vergeten die belangrijk zijn voor het wegrijden. Deze checklist die leg je bij aankomst op het stuurwiel of op de bestuurdersstoel, zodat je jezelf verplicht om de items door te nemen. Nou, wat zijn die items nou? Voordat je wegrijdt, de gasfles dichtdraaien, de 230 volt stekker eruit trekken aan de buitenkant, de kabel, de luifel uiteraard indraaien, de slinger van de luifel eruit, alle poten ingedraaid van de camper als ze aanwezig zijn. Lang niet alle campers zijn daarmee uitgerust, maar check het toch. De kastjes allemaal dicht en vergrendeld, opstapje ingeklapt, het hefbed geborgd uiteraard. Geen losse dingen in de cabine, want dat worden projectielen als je postkaps moet remmen. Alle luiken buiten op slot. En tot slot, vergeet niet alle levelblokken mee te nemen die je gebruikt hebt. Dan rest ons niks anders dan jullie een hele goede reis te wensen in een van onze campers. Mocht er onderweg toch nog wat zijn of jullie hebben vragen, wat dan ook. Jullie kunnen ons altijd contacten of via de telefoon of via de WhatsApp. Lekker relaxen op vakantie. Tot ziens.